Goedenavond. Goedenavond. Eerste ronde, KNVB-beker. Deze Meubels heeft een traditie, dat denk ik dat jullie ook wel weten. Nee, dat is mij niet bekend. Nou ja, dat komen altijd ver in de KNVB-beker. Dat zijn altijd spectaculaire wedstrijden. Als je in ieder geval verder komt. Maar goed, we hebben nu Koninklijk HFC. Hebben jullie maandagavond op voorbereid? Maar je zegt altijd ver. Volgens mij zijn we vorig jaar door JVC Kuik in de eerste wedstrijd uitgeschakeld. Onder Dogon Kanijen. Toch? Dat klopt. Maar goed, de meeste gevallen zijn er toch wel ver. Nee, we doen ons best om in de volgende thuiswedstrijd tegen Eindhoven thuis te mogen. Absoluut. Dat is een leuke uitdaging. Maar dit is ook een topklasse waar je tegen rekening mee moet houden. En we moeten zorgen dat we ons niet laten verrassen doen. Heb je maandag nog specifiek voorbereid op deze wedstrijd? Of hebben jullie een beetje rustig aan getraind na afloop van zaterdag? Ja, rustig getraind. Omdat wij zaterdag gespeeld hebben en woensdag weer moesten. Dus dit is een pittige week qua wedstrijden. Dus dan moet je qua trainingsintensiteit moet je daar zeker rekening mee houden. Hebben jullie nog geoefend op penalties? Of zeg je van nou, die komen vandaag niet voor? Hebben we niet op geoefend. We hebben niet op geoefend. Nee. Je hoopt de wedstrijd in het 90 minuten te beslissen. Ja, maar we hebben tegen Dovo vorig seizoen hebben we ook niet op penalties geoefend. Die hebben we volgens mij alle vijf vlekkeloos binnengeschoten. Dus. In dat opzicht, maar we gaan ervan uit dat we dat, we hopen dat in ieder geval, dat we dat zonder verlenging en zonder penalty moeten doen. Ik heb de opstelling even gezien. Volgens mij heb je de opstelling is de tweede helft zoals je samen tegen Lister speelde. Ja, dat klopt. Ik heb bij de beginopstelling Frank Schaap vervangen voor Hanagari en het was ook de wissel die ik in de rust toepast inderdaad. Kun je even voor de kijkers de opstelling nog noemen? Ja. Patrick Sonneveld op het goal. Achterin Tony Tol. Jeffrey Buitenhuis. Kees Toet. Dennis Hollard. Op het middenveld Mike van der Laar. Jeffrey van der Dikkenberg. Michael de Harder. In de spits Kerson Sjote Hoel. En aan de flanken Hanagari en Nabil El Gorari. Ik heb nog één vraag. Dat is Maarten, die heeft afgebeld. Je hebt nog maar een korte periode om een andere spits of een buitenspeler te halen. Zie je dat zijn hard bezig om toch iemand te halen? Ik heb er heel veel vertrouwen in dat gaat lukken. Want Maatsen was ook al niet zeker dat hij toestemming zou krijgen van de KNVB, maar daar was nog steeds niet groen licht voor gekomen. Maar wij zijn natuurlijk niet zo dat we dan gaan stilzitten. Onze contacten die hadden we alweer aangeboord en ik heb er heel veel vertrouwen in dat er gewoon een aanval erbij gaat komen. Wedstrijd in de strijd om de KNVB-beker tussen IJsselmeervogels en de Koninklijke HFC uit Haarlem. De oudste vereniging van Nederland, bekend van de nieuwjaarswedstrijd tegen de oud-internationals. Vandaag dus de gast op de Westmaat. De eerste fase van de wedstrijd zien we dat beide ploegen aan het zoeken zijn naar combinaties. Soms lukte dat, vaak lukte dat niet, waardoor er een wat rommelig beeld ontstond. Hier een aanval van de Koninklijke door een foutje in de verdediging van Schervogels. Wat kappen en draaien en uiteindelijk het schot van Jacobi wat toch vrij ver over de doel heen gaat van Patrick Sonneveld. Maar IJsselmeervogels was gewaarschuwd. Niet lang na het begin van dit duel dat onder lijn is stond van scheidsrechter Maters. HFC met een volgende kans na 12-13 minuten spelen. Uiteindelijk goed verdedigd door de IJsselmeervogels. Dat maar weinig voor het doel kwam van de Koninklijke. Keeper van Rossum had niet heel veel te doen in de eerste fase van de wedstrijd. En na bijna een half uur spelen is dit een hoekschop die wordt genomen. En een goede kopbal van Kees Toet van de lijn gehaald. Het grootste wapenfeit tot dat moment van IJsselmeervogels uit deze hoekschop. En veel mensen dachten misschien gaat het nu gebeuren in het resterende deel van deze eerste helft. Maar er ging te veel mis. Aan beide kanten trouwens, waardoor er weinig vloeiende combinaties bestonden. Hier een goede opening op Mike van der Laar die met links schiet.
maar langs het doel heen van de Koninklijke. En zo blijft het dus op dat moment 0-0. De Haarlemmers die veelvuldig achterin een rond speelden, dat doet IJsselmeervallers hier ook. Toet vraagt om de bal bij Zonneveld, krijgt hem niet. Van de Dikkenberg terug op Zonneveld, wat lastig aangespeeld. Van rechts naar links, een Sillesse actie van Zonneveld, maar die kan het beter. Hij dacht de aanvallen van HFC uit te kappen, maar blesseert zich daarbij. En komt na rust ook niet meer terug. Hij is vervangen door Raymond van Emmerik. De goalie van IJsselmeervogels die achteraf foto's liet maken in het ziekenhuis. Dan een hoekschop voor de Vogels. 5 minuten in de tweede helft. Een aardige schotkans, maar compleet verkeerd geraakt. En daardoor gaat de bal van Frank Schaap ver over het doel heen. De fase waarin IJsselmeervogels het beter van het spel had. En ook vaker voor het doel van HFC was te vinden. Hier een aardige combinatie van de Laar. Wat te schieten. Dat doet hij. Keeper niet klemvast. En dan is er een kans waar ook een overtreding gemaakt. Door Frank Schaap. En daarom een vrije trap. En dus de kans verkeken voor IJsselmeervogels. Dat verder ging in de aanval. In deze fase, zoals ik zei, goede fase van de Dikkenberg. Vlammend schot over de goal. Handen voor het gezicht van de jonge IJsselmeervogelspeler. Dan houdt het op met zachtjes regenen. En openen de hemelsluizen zich. Dat kunt u zien. Het veld heeft het gered bij deze grote hoeveelheid water. Maar het hing er eventjes op. Schot van afstand over de goal van IJsselmeervogels. Het is een fase waarin de regen hard naar beneden kwam en het ook natuurlijk invloed kreeg op het spel. De bal was soms lastig onder controle te krijgen en je had het idee dat dat wel eens een momentje zou kunnen worden in de wedstrijd. Die herinnert zich niet de bal van Breukelen bijvoorbeeld, terugspeelbal van Erik Seerets jaren geleden. Toen hadden we overigens nog geen kunstgras. Maar dat soort momenten kunnen in zo'n wedstrijd ineens ontstaan. Aanval van IJsselmeervogels, 10 minuten voor tijd. Michael de Harde 16 meter gebied in en een schot op links geblokt. Kan achteraan toch nog worden opgevangen door invaller Pienaar met een voorzet. In 3 instanties weggewerkt. En het is genoeg voor de Koninklijke om even onder de druk uit te komen. En zo leek de wedstrijd op 0-0 af te gaan steken. En dat beide ploegen toch slecht in staat waren om grote kansen te creëren. Laat staan om ze te benutten. Een hoekschop. Wat simpel weggegeven eigenlijk. Die genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Niet ingekopt en de Koninklijke HFC op zoek naar een nieuwe aanval. Voorzet vanaf de linkerkant, niet vast de toren van Emmerik. En dan, ja, dan leg je hem zomaar pam klaar. En is het ook meteen een goal door Opoku. Nu ziet u het beetje graaien, bal niet vast. En niet attent daarna, ja, is het meer volgens idee. Dus ineens is daar de goal. En is het feestje voor de ploeg uit Haarlem. Getraind door Pieter Mulders, ook bekend bij IJsselmeervogels met assistent Paulo Meindershagen. Speelde hier een aantal seizoenen. Ja, dan is het een beetje alles of niks voor IJsselmeervogels. Kees goed mee naar voren als stormram. Een hoop op een moment, een bal die goed valt. Waarbij de regen misschien wel ook een keer het geluk aan jouw kant zou kunnen brengen. Zoals hier, Michael de Harder. Goedemorgen, een grote kans van de Laar weet het. En ook de Harder weet het. En zij weten beide dat het einde van de wedstrijd aanstaande is. En dat wordt gefloten door de scheidsrechter. En zo beter is het nu niet verder aan de komende wedstrijd. Gaat ze niet verder en komt er de tweede ronde thuis uit. Ja Kees, ik zei net tegen de trainer, de eerste 25 minuten was de Koninklijke HFC beter. Daarna pakten jullie het wel beter op. Maar ja... Kansen. Je hebt wel kansen gekregen, maar het afmaken, dat was niet... Nou ja, klopt. Ik denk dat wij heel slecht aan de wedstrijd begonnen. Hè. Wat je net aangeeft. We kwamen op een gegeven moment beter in de wedstrijd. Vond ik ook. Wij maakten de kansen niet af. En hun maken eigenlijk uit een halve bal maken ze een doelpunt. Ik denk dat hun ook weinig hebben gecreëerd eigenlijk. Ze waren eerste helft, wat ik zeg, feller. Tweede helft vond ik, toen het ging regenen, dat wij... eigenlijk beter in ons spel kwamen met die onwijze wind tegen. En dat wij wat rustiger bleven aan de bal. Alleen het resulteerde niet in doelpunt inderdaad. Nee, ik bedoel zo'n wolkbreuk, dan zie je ook verkeerde passes, spelers die uitglijden en dergelijke.
dat kun je ook niet allemaal goed doen natuurlijk. Dan. Maar ja, je kreeg toch nog wel kansen. Hanna Garing kreeg een kans, Michael de Harde kreeg nog een kans. Ja, maar wat ik zeg, volgens mij toen het juist een beetje ging stormen, hielden wij die bal juist wat meer in de ploeg. En toen kregen wij nog twee goede kansen. Volgens mij één voorzet van Emre, waar de bezetting niet helemaal goed is voor de goal. En die bal van Michael de Harde die erin kan gaan. En hun maken uit een halve fout. Ja, goed, ik weet niet precies wat er gebeurde, maar uit een halve bal maken hun een doelpunt. En dat is denk ik een van de weinige kansen die ze hebben gehad. Wat opvalt is, en dat zag ik ook tegen Lisse, een achterhoede die goed staat, een middenveld wat vrij aardig staat. Maar ja, voorhoede, dat is even denk ik nog het probleem. Vooral het maken van goals. Nou ja, goed. We hebben vandaag een paar kansen gecreëerd. En ja, dan moet je dan, als je weinig kansen krijgt, dan moet je er wel één inschieten inderdaad. Dat klopt. Verder proberen we ons ding zo goed mogelijk te doen. En nu heb je nog weer twee blessures erbij. Het zal niet allemaal vlotten, denk ik, met het team. Of in ieder geval het samenstellen van een team. Want je hebt al drie geblesseerd en nu komen er nog twee bij. Dus het wordt er weer passen en meten, denk ik. Ja, volgens mij ziet het er niet zo heel goed uit. Want ze zijn ook naar het ziekenhuis, volgens mij. Dus ja, dat is eventjes afwachten. Maar volgens mij komt bijvoorbeeld Osterk ook weer terug. Dus er komt wel weer iemand terug. Alleen wel weer twee eraf, inderdaad. Nou, ik hoop in ieder geval dat Zadel beter gaat tegen Katwijk. Omdat je de punten haalt daar. Ik wens je veel succes. Nee, dankjewel. Laten we dat hopen, ja. Ja, Frans, moeilijke avond. Als ik het even moet samenvatten, de eerste 25 minuten vond ik Koninklijk HFC beter. Daarna pakten jullie het aardig op. En dan heb je voor rust twee wissels die je echt nodig moet toepassen. Zeg ik dit goed of zie jij het anders? Nee, ik ben het volledig met je eens. Ik vond dat de Koninklijke HFC beter aan de wedstrijd begon dan wij. Ik kreeg de indruk of dat wij nog niet er helemaal klaar voor waren. En daardoor pakten zij het initiatief. Daar hebben we inderdaad een 20, 25 minuten over gedaan om daar iets in terug te doen. En dan is het heel vervelend dat je doelman moet wisselen. En ook Nabil El Ghorari moet wisselen. Die zijn beide naar het ziekenhuis om een fotootje te laten maken. En dan raak je heel snel door aanvallers heen. Ten meer ook omdat je met je snelheid van Brian Burgerhout er ook al niet bij hebt in de laatste weken. Dus dat is vervelend. En dat is een hele vervelende bekomstigheid naast het feit dat je hier met 1-0 verliest. Ja, en dan de tweede helft. Dan zie ik dat je toch beter gaat spelen. Maar dan komt er zo'n wolkbreuk. Ja, en dan is het eigenlijk een beetje zoeken. Iedereen glijdt uit. Ja, er stond en een behoorlijke wind en er viel heel veel regen. Dus de omstandigheden werden er niet makkelijker op. Ik moet wel zeggen dat we de tweede helft hebben we de kans gehad om 1-0 op het bord te krijgen. Het was uit een afgeslagen cornerbal die door Mike van der Laar werd ingebracht. Ik denk dat Hanna Gari een voetje er tegen had kunnen krijgen. En ik denk dat Michael de Harder de 1-1 op het bord had kunnen brengen net voor het einde. En de 1-0 is natuurlijk een hele ongelukkige situatie van Raymond. Ja. Maar niet om los te gaan. Ja. En dat kan gebeuren. Maar goed, in dit soort wedstrijden, wat ik dan ook mis, is toch meer stootkracht voorin. Ja, maar ik leg je net uit dat je het aantal blessures neemt toe. En Gerson Schiotenhoel moest er met een hamstringblessure uit. Dus we hadden uiteindelijk nog één spits over en dat was Emre. En ik vond Emre Pinaar heel aardig invallen. Ja, maar de rest waren middenvelders en verdedigers. Aan inzet ligt het ook niet hoor. Nee. Maar ik bedoel, dat gaat wel goed, maar het is juist de kansen en het afmaken. Want oftewel kansen krijg je wel, maar het afmaken zeg maar, dat is even het probleem. Ja. Helaas, ja. Ga je nog met veel vertrouwen naar Katwijk? Want ja, dit is toch wel denk ik een domper. Ja, maar als je naar een tegenstander afreist, of het nou Katwijk is of een ander, dan moet je je daar altijd met vertrouwen naartoe. En je moet je altijd richten op degene die je tot je beschikking hebt. Dus we gaan morgen gaan we inventariseren op onze training welke jongens beschikbaar zijn, welke fit kunnen hebben voor zaterdag. En dan gaan we plan de campagne maken met elkaar. Ja, want volgens mij heb je nu vijf blessures, denk ik. Als ik ze zo optel, is het Oktay Osturk, is het Brian Burgerhout, is het Patrick Sonneveld, is het Gerson Schiotenhoel, is het Nabil El Ghorari en Hanna Gari die aan het einde van de wedstrijd last had van zijn lies.
Nou, ik hoop in ieder geval dat je zaterdag net zo speelt als tegen Lisse. Dan moet het goed komen. En dit moeten we maar even, denk ik, gauw vergeten. Ja, we moeten heel snel de blik weer op Katwijk richten. En zorgen dat we er daar weer staan met elkaar. Eén voordeel is, laat ik het zo zeggen, dat je nu kunt richten op de competitie. Wat ook erg belangrijk is. Is ook heel erg belangrijk, absoluut. En je ligt uit de KNVB-beker, dus inderdaad is de competitie nu volledig een richtpunt. Succes zaterdag en dankjewel. Dankjewel.